Maar mooi mensen, en welkom terug op Hermanspolder. Waar ik even naar binnen zit te kleuren. Buren bij de buren. De woonkamer zit achter de voordeur. Ja, oké. Okay. Goed, wij waren... Ja, ik heb al een trailertje erbij gehaald. Wij waren even wat anders aan het doen. En... mij is opgevallen dat ik een beetje ik kon dat karretje niet vinden. Ja, als je nou net zo hier staat een deur, als je die open doet, dan staat daar achter het karretje. Staat er gewoon hoor. We hebben de velden geoost. En toen dacht ik, nou moet ik rolletjes maken of gooi even het in de silo. Toen had ik zoiets van rolletjes maken. Ja. Waar gaan we dat neerzetten? Ja. Waar gaan we rolletjes neerzetten dan? We hebben geen plekken waar wij iets neer kunnen zetten, denk ik. Dat is de BGA. Dus daar kunnen wij niks neerzetten. Misschien dit veld of dit veld. Dit veld is wat groter dan dit veld. Dit veld is volgens mij het kleinste. Want 77 waren. Nou, deze is ook nog duurder. Maar goed, het zit naast de boerderij. Misschien kunnen we een doorgang maken. Maar ja, we weten allemaal hoe het werkt. Boompjes werken niet mee, paarden werken niet mee, dit werkt niet mee, dat werkt niet mee. Is dat, en dat land is volgens mij wel van mij. Oeh, we kunnen de omgeving ook kopen. 9 miljoen euro kunnen wij het land kopen. Land 100. En alle omstrekende bomen zijn ook van ons. Oké, en de winkels. Maar dat leek mij niet zo'n goed idee. Dit land op te zetten, want ja, dan moet ik eerst alles eraf halen. Goedendag, dames en heren. En kinderen. En toen dacht ik wel, wij gaan hier naar dit land. Ja. Dus we zijn hier begonnen met ploegen. Nieuwe ploeg. Andere ploeg daarop houden. En we zijn begonnen met dit veld te doen. En ja, daar staan bomen. Dus de bomen hebben we weggehaald. Even een machine gehuurd hoor. Oh ja, die moet even uit nog. Gebruik ik hem zo vaak, hè? Die. Ja, deze hebben we even gehuurd. En de bomen weggehaald. Dan blijkt dat ik hiervoor ook de rommel weg kan halen. Alleen ik heb natuurlijk te veel weggehaald. Kan ik die hebben die dan ook in onze decoratie? Modderstof. Wel weer een beetje. Zo, kunnen wij ook. Haha. Ja. Heeft hij deze eens gebruikt? Ook nog. Oh, nou hebben we de hegjes weer staan. Oh ja, de hegjes aan deze kant zijn ook... Die zijn redelijk. Oh, misschien moet ik dat boompje nog even weghalen. En die?
afvraag. Dus super power aan staan. Ja, ze werken niet altijd even goed mee. Maar ik kom vanzelf, jongens. Ik kom vanzelf. Even een beetje geduld. Kijk, dan kunnen wij zo langzamerhand. Ja, je bent er even mee bezig, maar dan heb je ook een boom laten verdwijnen. Ik weet dat we kunnen hem ook gaan verkopen. Ik had hem ook in kleine mootjes kunnen gaan hakken. Alleen, ja, hij is weg. Hij zal verdwenen. Zo, hier ook nog even. Dan hebben we alle rottige bomen weg. Zo. Dan kunnen we daar weer wat moois van maken. Ga jij straks maar terug naar huis. Mag je helemaal zelf rijden? Denk je daarvan? Nou. Nou, dan moeten we dit weer een beetje fatsoeneren. En hier is even iets niet goed gegaan. En nou. Hier is nog iets niet goed gegaan. Nou hoop ik niet dat ik daar nog meer van vind. Dacht ik niet. Nou kan ik hier lekker met de ploeg. Kijk, dit is die andere nieuwe ploeg. Vind ik hem echt mooi. Nee, rijdt hij echt lekker achteruit? Nee. Gaan we hem houden? Misschien. Omdat hij niet zo lekker rijdt en dit niet zo goed rijdt, gaan we hem misschien houden. Ja. Hier moeten we nog niks neerzetten, want hier zijn we nog mee bezig. Ja, we dat stukje ook even weghalen. Maar dan gaan we hier ook grind. Wat zit erin? Wat ligt hier? Grind? Volgens mij zit grind of niet? Daar hebben we een. Ja. Ik kan daar ook wel een parkeerplaatsje van maken, hè, vanuit het sparentje. Ja, ik wou een stukje die kant op. Dat gaan we lekker niet doen. Het is nou een parkeerplaats geworden. En die. Want die niet. Gras. Gras. Ja, we rijden nogal vaak over die zijkant heen, dus daar groeit echt geen gras meer hoor. Daar rijden we niet zo vaak overheen, dus daar is iets minder groen. Nou, dan hebben we dat ook weer staan. Kijk, hier hebben we eigenlijk een mooie hoek. Ja, ik moet natuurlijk gebouwen neerzetten.
silo's. En die staan niet hierin. Toch even kijken wat er allemaal in staat. Silo gebouwen. Kijk, wij willen ook graag rollen neerzetten waarschijnlijk. Ja, ja, daar moeten we dan wel een schuur voor hebben. Ja, opslag. Mestputten. Wood storage. Nee, dat gaan we niet gebruiken. Mesthoop hebben we. We kunnen ook nog hier van die dingen neerzetten. Die hebben we alleen bij de koeien natuurlijk nodig. En daar staat er een. We kunnen ook vierkante bakken gaan maken. Ik heb toch een beetje ruimte nodig. Dat zou hier ook wel. Dan wil ik daar wel een rijtje bomen hebben staan. Hoor. Dat moet niet allemaal zichtbaar zijn. Heel storage. En past dat? Nee, hè? Het is allemaal wat moderner. Nou. Past niet zo heel erg. Maar kunnen wel een heleboel balen in. Gras, hooi, stro, silage, biobalen, round en square bills, can be stored and spawned. Nou, wat denken we daarvan? Dan hoef ik niet zoveel te veranderen. Dan hebben wij alleen boompjes nodig. En het eerste wat ik ga doen, moduleren, vlak maken, de vierkant, groot maken, rood maken, inkopie beperkt. En dit een beetje ons gebied. Even wat kleiner maken, dan kan ik het wat makkelijker zien. Oh ja, ik weet al wat dat is. Dat is de delivery service. We hebben natuurlijk bezorging. Ja. We gaan niet zomaar... we laten alles bezorgen tegenwoordig. En voilà, het is vlak. Dat stukje is beperkt. Ja. Nou, dan gaan wij dit stukje gebruiken. Dat stukje kunnen we gebruiken voor iets anders. En dit stukje gaan wij gebruiken voor... ja, behalenopslag. Bomen planten. Terwijl we boompjes hebben staan natuurlijk. Bomen en planten. Ja, dicht begroeide boompjes. Dit vind ik wel een redelijke boom. Te veel bomen. Er staan te veel bomen op de map. Nou, dan hebben we dat ook weer. Dan weten we dat ook weer. Ik ga even iets veranderen. Ja, die heb ik daar staan voor bezorgservice. Moduleren. Kijk, nou wil die wel. Hij heeft de bezorgservice is aardig groot. Ja. Silo's, waar hebben die rare schuur staan? Deze. We moeten er eigenlijk vast doorheen kunnen rijden. En ik wil hem wel een beetje recht hebben. Zo. Plomp. Hij staat.
Mogen we ook nog productie? Ja, wij moeten ook productie hebben, jongens. Hebben we nog zo'n dingetje nodig? Om pikvoer te maken. Varkensvoer is hier helemaal belangrijk. Zullen we deze eens in deze kant zetten? Beetje van de kant af. Altijd een beetje van de kant af. Om. Nou ja, fuel hebben we niet nodig, denk ik. Zaden hebben wij wel nodig, ja. Ja. Kunstmest. Ja, hebben we eigenlijk ook nodig. Eigenlijk wel. Nou, die Silo Kings hebben we niet nodig. Lijmproductie hebben we eigenlijk ook nodig. En waterpomp. Die is niet zo heel erg belangrijk hier. Bomen. Gaan we bomen maken? Het is veel te veel ruimte. Lime is wel iets wat wij nog moeten gaan gebruiken eigenlijk. Ja. Goed. Dat gaan we ook niet doen. We gaan nog even een stukje van het veld afhalen. En wel met dierenmodder. Nee, asfalt. Beton. Er zit aardig veel dingen in. Grind, groen grind. Grind, grind, grind. Beton. Klinkers. Klinkers. Kinderkap. Ook wel leuk kinderkapjes. We kunnen het altijd weer veranderen, hè? Ja, potjandomme. Ja, nog eentje erbij. Goed. Hij wordt steeds groter. Het plekje wordt steeds groter en groter. Ik wil hem niet groter hebben hoor. Ik had hem net, ja. Deze, als het goed is, kijken, ietsjes verder. Oh, dan staat het winkelgebied hier. Betekent ook daarachter, hier bij de boompjes kan ik eerst even niks bouwen, maar dat is in het winkelgebied. Zo maak ik dus mijn materialen. Goed, ik ga even kijken of wij, wat ik nog meer... Oeh, hij slaat op. Wij gaan even kijken wat we hier nog meer van moois gaan maken. Er moeten ook nog paden komen. Want ik wil namelijk met de trekker hier dwars doorheen kunnen. Zodat ik hier ook wat kan laden. Kijk, en dan gaan wij hier heen. Choose materials. Ja, helaas, er staat niks in. Dus ik kan ook niks kiezen. Ja, wij moeten eerst eens even wat ophalen, erin storten en dan kunnen wij kiezen. Dan gaan we hier ook even mee aan de gang. Als het goed is, zit er nog niks in. Dus we moeten maïs, zonnebloemen en aardappel hebben. Dus we moeten ook aardappelmachines maken. We moeten ook aardappelrommel erbij. Oké, mensen. Van Hermanspolder. Een ding waar we gingen bij de gluur bij de buren, waar zijn gebleven. Dank ik u van harte. Ik wens u allemaal een hele prettige voortzetting. Wou je nog wat meer weten? Hieronder staat ook Toonmeer.
daar kun je ook nog de map vinden. De link naar de map, ook de link naar Farming Simulator en de link naar de Mod Hub. Dat is ook gelijk de link naar de map. Ja, Mod Hub, deze map staat gewoon in de Mod Hub. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Allemaal even een duimpje en abonneren en tot de volgende. Mooi, mooi.